Christus, de tyf is de paard, ouwe. Hey jongens, ik heb dus een probleem. Ik ben dus ingeschreven door iemand op seksiebuurvrouw.com. Maar het ding is dus, dat heeft iemand met mijn e-mail gedaan en een wachtwoord. Maar je kan het dus niet uitzetten zonder dat je het wachtwoord hebt. Het is heel handig dat je dat nu in de video zegt. Ja. Raar dan mensen, als je niet seksiebuurvrouw.com. Pitbull. Pitbull. Gaan we die inlopen? Oh. Dit is cute. Zo zelfs met de piano dit. Hey jongens, wat doen jullie in mijn huis? Mensen, in dit tering grote landhuis zitten wij dus een paar dagen nu. Dan gaan we leuke content maken. Jongen, en dan word je nooit gevonden door YouTube, want die gaat toch niet naar België. Want er zijn helemaal geen leuke Belgische YouTube. Mooi ook dat dit ding niet opneemt, de audio. Wat is de hoofdstad van de plek waar we nu zijn? Dankjewel. Ik ga even de net erin hoor jongens. Wacht even. Ga je lekker slapen? Ik speel even een leuke filmpjes op. Feyenoord 1, 2, 3. Anderlecht 1, 2, 4. Dat is ook een domme kut zelf. Ze hebben misschien Anderlecht met een G. Maar Anderlecht is er Brussel. Dat is niet eens Antwerpen. Wist je dat niet? We komen hier ook in zo'n landhuis. Fucking groot. We hebben al onze jas en tas nog aan. Het eerste wat we doen. Ik ben bijna binnen. Wat is er? Stel hem, man. Als ik niet voor jou, maar jij moet het publiek niet doen. Doe dat niet! Loser! Ik wil nieuwe. Hoezo heb jij noodles? Noodles lekker. Kun je dit prima nog lijmen? Deze noodles zijn echt underrated. Gozer. Je maakt echt wat een type soy van hier. Wat doe je dan nou? Gozer, dit is echt zo'n ranzige avond. Lekker, nu ben je. Kijk eens jongen, lekker heerlijk. Hoezo is dit niet alweer? Hij viel. Maar moeten we niet een nieuwe kopen dan? What the fuck? Gaat hij weer een blok boter zitten vreten hier? Blok boter is lekker man. Mensen, ze zeggen maar zo... Rusland vlag. Hoezo steun jij Rusland man? Je steunt Rusland niet. Je steunt Rusland niet. Die vet achter die kassa daar, die denkt ook what the fuck gebeurt hier? Asociaal. Don't you... Bro, snel, 5 seconden. 5, 4. Als een kip. Komen we niet te laat op deze manier? Heb je weer dezelfde? Ja, ik had hier gewoon zin in. Ah, je rot al. Nou, we moeten nu opschieten, want anders lukt het niet. Hij is echt snel, die gast. Dit zijn vette. XXL. Nou ja, we weten allemaal wie die is en die zit er nu niet bij. Ga maar even die frikandel, ik zal hem ook even hapje af. Nee, ik die niet. Jezus. Hoppakeetje, vriendje. Schijt! We liggen ver op schema, toch? Ik denk dat we in de top 2 zitten nu. En dan staat er op zijn rug, never give up, my gift. Lafhart. Had je mooie tijd? Geen, hè? 10 minuten. 2! Zo! Je bent echt een paling die net in een blikje is getrokken. Je bent helemaal vies en plakkerig. Ja, maar dan eet ik mijn dan wel ikzelf. Lekker. Laat eens gaan proeven. Ajo! Wat is hier gebeurd? Is dat in Limburg een XXL frikandel? Ik ga die weg niet bellen, ik klop voor hem eten, man. Ik had een frikandel XXL besteld. Ik maak hem open en er is echt gewoon, ik denk wel 3/4 vanaf. Ja, misschien afgebroken. Het lijkt meer op een soort hap of zo. Nee, is niet nodig. We hebben genoeg. Komt goed. Maar meer dat je het even weet, misschien voor de volgende. Oké, thanks. Werk ze nog. Ciao. Wil je geen nieuwe? Ja, hij zei ik ben een nieuwe, maar ja. Zou ik lullig zijn, aangezien wij hem helemaal opgegeten. Nee, joh. Heb je echt de moeite om die vent te bellen? Ja, nu. Mijn god. Milo. We komen erachter dat nu mijn paspraak is verlopen. We komen erachter. Ja, we komen er net achter. Ik zie hier staan, geldig tot 28 februari. Ah, dat is net verlopen. Ah. Dat is net maar verlopen. Maar gelukkig heb je nog een ID-kaart. Nee, die heb ik ook niet. Die is ook verlopen. Nee, ik heb alleen deze paspoort. Maar die ID-kaart is ook verlopen. Ja, dat is ook verlopen, ja. Jongen. Dit is wel, maar wat doen we nu? Wij gaan naar Split. Wij gaan lekker naar Split. Dit is niet voor in de video, maar je weet dat mensen vinden het toch wel leuker als ik er wel bij ben. Ja, dat is waar. Ja, dat vind je inderdaad, ja, maar helaas kan je niet mee, want je hebt geen paspoort. Kun je toch een andere keer gaan? Ja, laten we het stemmen. Ja, we stemmen. Wie stemt voor we gaan nu? Ik twijfel niet. En nu? Ik ga echt gewoon letterlijk nu naar huis. Jullie gaan naar Split. Ja, wat wil je dan? Oké, de groeten! Weer erop gokken, zonder met een verlopen paspoort. Straks zit je vast in Kroatië en dan kom je nooit meer terug. En dan begint daar die hele Balkanoorlog en nu word ik daar in een tank meegesleurd en dan zie je mij ergens in Siberië terug over 30 jaar. Jij bent zo mogol, jongen. Achter hier zijn mensen half uur nog afscheid te nemen. Zullen wij dat dan ook doen voor jou nu? Ja, ja, ja. Jongens, de groeten. Jij bent echt een mogol. Ik ga je wel missen. Ja, één tikkel op niet meer. Ik ga zeggen, jongen, een tikkel op.
Mijn haarlijn is ook aardig verlopen, die foto. Moet ik nog iets doen verder vandaag of zo? Moet ik nog een leuk jullie keer bellen? Afspraak maken bij de gemeente. Nu ik er zelf op de bladen zitten met je steady arm bij. Au, blaren, de groeten! We komen net de supermarkt uit. De inkopen zijn gedaan. Gast, we winnen allemaal aan het doen. Oh mijn god. Elke dag prijs, jongen. Oh mijn god, elke dag feest. Waarom doe je dit nou? Oh my god. Gast, heb je een mondkapje nog op? We zijn geslaagd. Wodka gehad. Wodka ook. Negen nieuws, we mogen niet eten op de kamer. Ik weet niet, fucking bullshit. Wat is bullshit? Ik haat Dublin. Just a joke, people. Just a joke. Het was just a joke. Die hond is bloot. Ja, fuck you. Zullen we een doggy neuken? Wat zeg je nou weer? Hondje neuken? Ik zei doggy neuken. We gaan nu terug naar het hostel. En dan gaan we kijken of we binnenkomen met deze enorme tas boodschappen dat we niet mogen eten op de kamer. Oh. En deze hond, hou je bek eens! Hoeveel betaalt u voor de heilige energie? Hoezo mag je? Moet je niet echt dobbelen of je dit wel mag? Oké, okay, in welke manier bent u geboren? Nee, ik zal overstappen. Overstappen? Nee, oké, okay, doei. Overstappen? Nee. Oh, jammer. Tot ziens. Ja.